Vanochtend hebben we de eerste buikfoto gemaakt. Dat is ook wel grappig. Ik ben nog steeds aan het bloeden, niet zoveel, maar het blijft wel doorlopen. Wij komen net bij het echocentrum vandaan. En we zijn blij, want er is een kloppend hartje te zien. Ja, een kloppend appelpitje. Ik heb mijn bril niet op, dat is dom. Je bril, ik kan niet zo goed zien. Jawel. Staat hij aan? Ja. Hallo. Hallo. Is het goed? Ja. Oh, dat is geil. Hallo. Hey, ik moet je wat vertellen. Je wordt tante. Ja. Ja. Nee, wacht, wacht. Dankjewel. Er is net een pakketje binnengekomen en ik weet al wat erin zit. Want Benno heeft voor mij deel besteld. Want wij lazen dat er een heel veel deel aluminium zit en dat het helemaal niet goed voor je is als je zwanger bent, omdat de baby dat dan ook binnenkrijgt. Ik weet het niet, hè. Ik heb geen stand van, maar ik doe alleen maar wat ik denk dat goed is. Zo te zien heeft hij er 2 besteld voor mij. Oh ja, het staat er ook echt op, zonder aluminiumzouten. Ik ben heel benieuwd hiernaar of ik daar ook... Oh, het ruikt wel lekker fris. Verder gaat het eigenlijk best goed met me. Ik ben ja, niet echt super moe of zo. Niet veel moeier dan dat ik normaal ben. Ja. En in de ochtend een beetje gammel. Ik moet echt rustig aan wakker worden en eventjes iets eten. Voor ik echt ga ontbijten. Dus ik moet als ik uit bed kom meteen iets eten. Gewoon iets kleins, een krentenbol of een eierkoek of zo. En dan ga ik 20 minuten later echt het ontbijt maken. Want dan is mijn maag weer rustig. En dan, maar buiten dat voel ik me eigenlijk prima. En dan heb ik helemaal geen last van kwaaltjes of zo. Nee. Dus het gaat heel voorspoedig eigenlijk. Wij zijn onderweg naar de verloskundige. Ik ben heel benieuwd wat voor vrouw het is. Ze heeft een privépraktijk. En dat vind ik zelf wel heel erg fijn. Want dan weet ik gewoon wie er naast me staat als ik moet bevallen. En dat ze er sowieso is. En dat ik niet nog 1 of 2 andere gezichten ga zien. Dus we gaan even kennis maken. Leuk, schat? Heel leuk. Ja. Is goed. Lekker uitwaaien. Oh, dat deed ik. Laatste verjaardag zonder kind. Laatste verjaardag zonder kind. Dan zitten we met een dreumes op de boot. Ja, leuk hè. Ik heb er zin in. Nou, het is mijn verjaardag. Ik ben 27. En we zijn lekker aan het varen. Het is vandaag 2 juli. En vanavond hebben wij een afspraak bij het echocentrum. Voor de termijnecho. Daar heb ik wel echt heel veel zin in. En daarna hebben we een afspraak met de verloskundige. Ja, dat weet ik niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Maar goed, we gaan het zien. Dus dat is deze dag. En dan zijn we waarschijnlijk pas om 9 uur thuis vanavond. Want om 6 uur hebben we de echo. Nou ja, dat duurt denk ik een kwartier. Dan moeten we door naar de andere afspraak van de verloskundige. Dat is ook in Utrecht. En ja, de afspraak bij de verloskundige duurt ongeveer 1 uur, 1,5 uur. Want wij hebben een verloskundige gekozen die voor zichzelf werkt. En ja, dan krijg je veel meer tijd en veel meer informatie. En neemt alle tijd voor jou. En dat vinden we wel fijn. Ook omdat we dan zeker, nou ja, 98% zeker zijn dat zij gewoon erbij is als ik ga bevallen. En ja, ik wil eigenlijk gewoon wat meer, ja... Ik vind het gewoon wel prettig dat ik wat meer de aandacht krijg. Omdat het gewoon, ja, het is de eerste zwangerschap. En ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon fijn.
Goedemorgen, het is de dag na de termijn echo en het is 6:15 en ik moet naar mijn werk. Dat staat op zich nog niet zo erg, want ik had het erger ingeschat dat ik me meer moe zou voelen of zo. Maar ik heb vannacht weer een bloeding gehad. Dat was wel wat minder leuk, want ik had echt mega kramp in mijn buik weer en ik werd er wakker van en ik dacht, oh, ik moet naar de wc. En het was donker en het doet nooit de lamp aan in de nacht en toen dacht ik, ja, ik vertrouw het niet. Toch even het licht aan. Weer die hele pot rood. Met afvegen allemaal weer bloed. En ja, ik denk wel, moet ik nou Benno wakker maken? Nee, ik ga het niet doen ook. Want we hebben al zo'n korte nacht en zo. Maar ja, het is nu wel een heel stuk minder. Dus ik hoop dat ik niet ga doorlekken vandaag op mijn werk. Want ze weten daar nog helemaal van niks. Nou ja, ik ga gauw vandoor aan het werk. Het is 6 juli en ik ben nog steeds beroerd. Ik heb in de ochtend, als ik vrij ben, gewoon niet de energie om iets te doen eigenlijk. Terwijl als ik naar mijn werk ga, dan moet ik wel en dan lijkt het alsof ik het opzij kan zetten. Maar nu gaat het gewoon even niet. Afgelopen weekend hebben we de laatste dingetjes verhuisd, dus ik denk ook dat dat ermee te maken heeft. Want ja, het is wel best wel pittig allemaal tegelijk. En ik ben natuurlijk nog steeds niet helemaal hersteld van het auto-ongeluk. Maar goed, we blijven positief. Ja. Die misselijkheid hoort erbij, dat slappe gevoel. En nou ja, als het goed is gaat het na week 12 minder worden. Dus dat hoop ik dan maar. Ik heb even lekker gedoucht. En ik heb dus een trucje. Nou ja, een trucje. De manier waarop ik mijn buik verberg. Want ik wil niet dat mensen het al weten op werk. Kijk, ook zo. Ik doe een hemdje aan en dan een hoge broek eroverheen. Kijk, want eigenlijk, ik kan er niet meer omheen, hè. Ik heb van mezelf, voor ik zwanger werd, had ik zo'n buik. Dit was mijn buik. Nou, hier kun je, als ik ga niet de hele dag zo lopen. Doet ook gewoon pijn hier, want nou ja, dat voel je gewoon. Dus ja, dit ga je zien als ik gewoon een t-shirt draag. Dat is niet wat ik wil. Ik doe een hoge broek aan. En het is gewoon bijna weg. Nou ja, niet echt weg, maar hè, het valt minder op. En dan doe ik er even een t-shirt eroverheen. Die niet al te strak zit. Nou ja. Je ziet het bijna niet, toch? Kijk. Iedereen weet dat ik ben aangekomen de afgelopen half jaar. Dat is ook allemaal helemaal prima. Dat vind ik ook allemaal helemaal goed. Daar ben ik ook wel blij mee, want ik was altijd best wel dun. En iets meer vet, ja, dan heb je gewoon iets meer weerstand. Kan je net wat meer hebben. Maar nu gaat het wel echt een beetje tekenen. En ik ben er heel blij mee, hoor. Het maakt me echt trots. Maar ja, niet iedereen hoeft het gewoon nog te weten. Dus voorlopig doe ik het nog zo. Eén dag doe ik deze hoge broek aan met een wat losse t-shirt. En één dag doe ik een lagere broek aan, zie je wel iets meer buik. Maar dan doe ik een wijde blouse eroverheen. Ik heb ook gewoon niet meer zoveel wat ik aan kan. Ik doe ook regelmatig t-shirts van Benno aan. Alleen maar omdat ze ruimer zitten, zodat je het niet gaat zien. Ik moet over een uur naar mijn werk. En ik heb alleen deze ochtend maar de was gedaan. En de vaats. Ik ga eens even in die zwangerschapsapp kijken wat er gebeurt in week 11. Je baby is zo groot als een krop sla. Is die wel heel hard gegroeid, de kanten niet? Nee, het is een spruit. Oké. Het hoogtepunt van de zwangerschapskwaaltjes is vaak in deze week. Grotere kans dat je hierna weer energieker wordt en dat de misselijkheid afneemt. Ook je eetlust komt weer terug. Natuurlijk weet je het waarvoor je het doet, maar dit maakt het zwanger zijn een stuk leuker. Als je je drie vingers hier neerzet, van de rechterhand in dit geval van jou. Ja, die drie vingers in de plooi. Van de pols. Dan zet je drie vingers daar neer, gewoon een beetje op afstand. Ja, dan voel je die arterie, de arterie radialis. Toek, toek. Als je te ver naar buiten zit, voel je hem niet. Maar zeg maar een beetje tegen die pees aan. Ja. Ja, kijk. Als je die vingers goed contact maakt met je alle drie die polsslag voelt. Wat je voelt is te omschrijven als, ik zeg altijd heel oneerbiedig, zomper. Ja. Een beetje voel. Oh, zo, ja, dat voel ik. Niet ja. Echt. Nee, precies. Poem. Nou, en dat is zeg maar de pols die je voelt bij een vrouw die zwanger is. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld een pathologie heeft, maar in jouw geval, een gezonde vrouw,
zwangere pols. Je voelt een beetje klopt. Een beetje dampig, een beetje aarde. Dat is de pols van iemand die zwanger is. Dat was de blije babyprik, nier 9. Die doen we nog 2 keer gedurende zwangerschap. Het was echt heel leuk op het werk vandaag. Ik had gesprek met mijn manager, had ik verteld vanochtend aan jullie. En ik was wel een beetje nerveus, want het gesprek ging eigenlijk over het reïntegreren. En toen was het gesprek afgelopen. Toen zei ze van, dan zullen we volgende week nog even iets gaan bespreken. Dus ik zei, ik wil eigenlijk ook nog wat vertellen. Oh, zegt ze. Ik ben zwanger. Oh, gefeliciteerd. Was like enthousiast. Dus dat was wel leuk. En toen heb ik het ook gelijk nog aan 3 collega's verteld. Die reageren ook helemaal spontaan. Ik ben even mijn spulletje aan het pakken, want wij gaan zo meteen naar het ziekenhuis. Want er moet voor mij bloed geprikt worden. 7 buisjes, vreselijk. Ik heb dat 1 keer gehad en toen was mijn arm gewoon echt gewoon helemaal blauw. Niet overdreven. En wat ik ook ga doen, want daar heb ik wel zin in. Hier ga ik inschrijven. Die heb ik van mijn schoonouders gekregen voor mijn verjaardag. Dus daar ga ik even lekker in schrijven. Vind ik leuk. En trouwens. Gisteravond is de kraamverzorgende hier geweest om kennis te maken. Wij hebben voor een ZZP gekozen. Dat vinden we gewoon wel fijn. Idee. Onze verloskundige is ook ZZP'er. En die raadde ons dat aan. Wij hebben via kraamzorg1op1.nl hebben we een account aangemaakt en een oproepje geplaatst. En toen, deze dame belde ons dat ze ons wel graag wilde als kraamgezin. Dus die is gisteren komen kennismaken en het was hartstikke gezellig en leuk. Wat oudere dame van jaar of 60. Dus vind ik eigenlijk wel heel relaxed. Ja, dus die... Je hebt wel vast binnen. Niet zo luid, man.